Welkom bij dit filmpje over een stukje uit het Pensum voor Livius Latijn eindexamen 2024. De pep talk die we eerder hebben vertaald, die Scipio aan zijn leger gaf, is afgerond en nu is het tijd voor de speech van Hannibal. Hij is begonnen met zeggen dat ze in een moeilijke positie zitten qua topografie. Lees vooral ook de Nederlandse tekst die voor deze Latijnse tekst staat. Ze kunnen alleen maar vechtend vooruit. Daarna heeft hij de tegenstander zwart gemaakt. Het is maar een knullig legertje dat verloren heeft van de Galliërs. En bovendien wordt het aangevoerd door een of andere consul die ze niet eens kennen. Het is niet te vergelijken met het dappere Carthaagse leger dat vele volken heeft overwonnen en de Alpen met een legeraanvoerder. Hannibal zelf heeft overwonnen en die ze goed kennen en die hen goed kent. Nou, dan gaat hij verder met het volgende. Quocunque, dat betekent waarheen ook maar. Circum tuli is een perfectum van circum ferre. Dat betekent laten ronddwalen. Eerste persoon enkelvoud, ik liet ronddwalen. En de oculo's zijn het leidend voorwerk erbij in de accusativus. Waarheen ik ook maar mijn ogen heb laten ronddwalen. En dan komt de hoofdzin. Plena. Dat betekent vol, met, en dat staat dan in de genitivus. Omnia. Congrueert met plena. Betekent alles. Alles vol van, en nou ja, waarvan dus in de genitivus. Video, ik zie. Dus ik zie alles vol. En dan krijgen we die genitivi van animorum. Dat mag je hier vertalen met moed. Ac en roboris. En kracht. Ja, dus waar Hannibal ook maar naartoe kijkt. Hij ziet overal alleen maar moed en kracht. En dat gaat hij nog een beetje uitwerken. Wat hij nog meer ziet. Veteranum peditem. Peditem kan je hier vertalen met een infanterie, dus een hele groep van soldaten te voet. En veteranum betekent van oud gediende of ervaren. Nou, dat zijn ze zeker, want ze vechten al zo'n 20 jaar samen. Dus dit is accusativus, want dat hoort nog steeds als accusativus bij video. Een ervaren infanterie, generosissimarum gentium, die twee congrueren met elkaar. De eerste is overduidelijk een superlativus. Het meest edel, en dan in de genitivus, en dat hoort bij gentium, ook in de genitivus, van de meest edele volkeren, equites, Frenatos, ook dit hoort nog als leidend voorwerp bij video. Dus ruiters Frenatos, met teugels rijdend, van de meest edele volken. degene die hij in zijn leger had, die goede ruiters waren, die met teugels reden, dat waren de Spanjaarden. En dan heb je dus blijkbaar ook ruiters die zonder teugels rijden, nou dat staat erachter, que is het ervoor, in frenatos, en in geeft hier de ontkenning aan, en zonder teugels rijdend, en dat waren dan de Nubidiërs in zijn leger. Vos, jullie, hij spreekt het nu direct tot hen, dus tot de Spanjaarden en Nubidiërs. Socios, bondgenoten, fidelissimos, meest trouw, fortissimos que, weer zo'n que erachter, en het meest dapper, met een mooie alliteratie. Dus jullie, bondgenoten, de meest trouwe en dappere, of jullie zeer trouwe en dappere bondgenoten, zie ik dus.
Vos, dat is een andere groep, jullie, Carthaginienses, Carthagers. En over hen, en deze Vos en Vos, die worden zonder voegwoord aan elkaar verbonden. Dus dit is asyndeton in een opsomming. Dus je zou hier een N kunnen aanvullen. En over die Carthagers wordt gezegd cum tum. Die combinatie is zowel als. Op patriam. Op betekent vanwege. Patriam is het vaderland. Dus zowel vanwege het vaderland. Tum is dan de als. Op weer vanwege iram. En weer een superlativus, justissimam, vanwege een zeer rechtvaardige woede. En dan een participium futurum actief, dat congrueert met Carthaginienses. Die zullen strijden. Dus jullie, Carthagers, die zowel vanwege jullie vaderland als vanwege een zeer rechtvaardige woede zullen strijden. In ferimus bellum, zegt hij dan, wij beginnen een oorlog. En que in vestis signis, allebei ablatives. Infestis betekent dreigend, vijandig, ten aanval gericht. En als je vijandig zegt, dan is dat natuurlijk gezien vanuit de Romeinen, want voor de Carthagers was het natuurlijk niet vijandig. Dus met dreigende tekens en met dreigende tekens descendimus dalen wij af in Italiam, naar Italië. Tanto, deze tanto hoort bij quanto, een stukje verderop. Dat betekent deste, puntje, puntje, naarmate, puntje, puntje. En dan hebben we audacius quo fortius. En dat zijn allebei comparatieven. En dan het bijwoord daarvan, moediger, audacius, fortius, dapperder. Nou, dat is wel een tautologie, want dat is natuurlijk wel behoorlijk hetzelfde. En dan hebben we pugnaturi, weer een participium perfectum, participium futurum actief. hoort bij het onderwerp. Het onderwerp was wij, dat zat in inferimus. Wij, die, des te moediger en dapperder zullen vechten. Dan, dat is die kwam, dat hoort bij de comparatives, de vijand. Naarmate, quanto, die hoorde dus bij die tanto. Major, dat is de comparatives van Magnus. Groter. En dat congrueert met space, hoop. En daar mag je est bij aanvullen. Naarmate de hoop groter is. Major est animus. De animus, dat mag je hier vertalen met moed. En dat congrueert met major. De moed groter is. Inferentis, dat is een genitivus van een PPA, inferens. En het is gesubstantiveerd, dus er is een zelfstandig naamwoord van gemaakt. Het is mannelijk. En dan kan je bij de vertaling degene die aanvullen. En infero hoort bij vim. En die combinatie betekent letterlijk geweld aanbrengen. En mag je ook vertalen met het werkwoord aanvallen. Dus van degene die aanvalt. Of als je het letterlijk wil doen, van degene die geweld aanbrengt.
dan, dit is ook bij de comparativus major. En dan staat er weer een PPA die dat gesubstantiveerd is, ook in de genitivus. Dan van degene die afweert. Dus Hannibal beweert hier dat aanvallers moediger vechten dan verdedigers. Maar je kan natuurlijk die redenering precies ook omdraaien. Alleen dat komt hem hier niet zo goed uit. Accendit. Puntje, puntje, vuurt aan. Praeterea bovendien. Et en stimulat. En prikkelt. Nou, ook dat is tautologisch. Aanvuren en prikkelen. Animo's. Onze geesten. En dan komt het onderwerp dolor, verdriet. En dan comma, injuria, onrecht, comma, indignitas, vernedering. Drie dingen op een rijtje, zonder voegwoorden, dus je hebt hier een asyndeton. Het is een tricolon en het gaat ook nog eens van kwaad naar nog erger. Dus het is ook nog eens een climax. Dus hetgene wat hij aanvoert als reden dat mensen die, dat de mensen die aanvallen, in dit geval de Carthagers, beter vechten, is omdat zij geprikkeld worden door verdriet, onrecht en vernedering. Dan gaat hij nog eventjes uitleggen aan het leger wat er wel niet allemaal als vernedering was bedoeld. Of als onrecht. Ad supplicium. Voor de doodstraf. Depo poscerunt. Dat is een perfectum vorm. Eisten zij de uitlevering van. En dan heb je een accusativus. En dat is me. Van mij. Ducem. Als leider. Primum. Eerst. Nou, dat staat tegenover de inde. Vervolgens. En heb je weer twee accusativi. Vos, omnes. En dat is ook weer een accusativus na dat depo poscerunt. Vervolgens van jullie allemaal. En dan heb je hier dus een mooi chiasme. A. En dan het. Deze primum en deinde en dan die weer als A. Die omnes die worden verder uitgewerkt in een quizin. Het antecedent daarvan is dus omnes. Jullie, die, saguntum, dat is de stad in Spanje waar de ruzie om begonnen was. Opugnacetis. Dit is een conjunctivus. De officiële vorm zou moeten zijn opugnavisetis. Dus dat stukje vi is weggevallen. Het werkwoord opugnare betekent bestormen of aanvallen. En het zit hier in deze bijzin. En dan is het een causale conjunctivus. Omdat jullie saguntum hebben aangevallen. Dus dan hoef je die niet meer met die te vertalen. Vanwege die conjunctivus, die causale conjunctivus die er staat. En dan staat er deditos. Dat is een PPP. Het komt van dedere uitleveren. En je moet noos erbij aanvullen. Ons nadat we waren uitgeleverd. Ultimis cruciatibus, allebei ablatives. Met uiterste martelingen. Maar dan blijkt daarna, daar komt het werkwoord adfecturi. En adfecturi
Komt van adficio, dat gaat met een accusativus, dat is die nos die je moest aanvullen, en een ablativus. En het betekent iemand, dat is die accusativus, iets, dat zijn dan die ablativus die we hier hebben, aandoen. Dus ons de uiterste martelingen aan te doen. En de combinatie adfecturi, participium futurum actief en fuerunt, dat noem je een omschreven futurum. Ze zouden ons, nadat we uitgeleverd waren, de ergste martelingen aandoen. Stelt Hannibal hier niet te bewijzen dat het ook echt zo zou zijn geweest, maar een goede drijfveer voor zijn leger om verlies te voorkomen. Nou, en daarop volgt de volgende opmerking, crudelissima, een superlativus, het meest vrede. Ac, superbissima, en het meest hoogmoedige gens, volk, namelijk de Romeinen. Dit is dus hoe de Carthagers hen zien. Sua, dat is hier predicatief, dat komt door het werkwoord facit. Facit mag hier vertalen met het maakt puntje puntje tot puntje puntje. En dat zijn dan sua omnia. Dus het meest vrede en meest trotse volk maakt alles, omnia, tot het zijne of tot het hunne. En dan mag je suique arbitrii, die genitivus mag je vertalen met onderworpen aan. En onderworpen aan hun willekeur. Dus dat is dan een voorbeeld van de arrogantie. De volgende zin die kan je andersom lezen, maar laten we het gewoon lezen zoals die er staat. Cum quibus, met wie? Bellum, oorlog. Cum quibus, mooie anafora, met wie? Pacem, vrede. En dan de persoonsvorm in deze betrekkelijke bijzin. Habeamus conjunctivus. En dit is een conjunctivus obliquus. Het zit er namelijk in een afhankelijke zin. Dus met wie wij oorlog hebben, met wie we vrede hebben. Als je dat hebben herhaalt, je mag het ook één keer doen. C. Dit is de accusativus van de ACI die na het werkwoord de persoonsvorm kenset komt. En kenset betekent het vindt. Het is dat gens uit de vorige zin. Dus het volk vindt. En wat vinden ze? Ze vinden het aequum. Het volk vindt het redelijk dat, dan komt de ACI, C, dat ze een modum, een grens, imponeren. En daar is die I van de ACI. Dus het vindt het redelijk dat het een grens stelt met wie wij oorlog, met wie we vrede hebben. Circum scribit, het begrenst, het onderwerp is nog steeds grens, includitque, en het sluit in, nos, en het sluit ons in, terminis, met grenzen, en ook dit is weer een tautologie, begrenzen en insluiten met grenzen. En over die grenzen staat nog de bijvoeglijke bepaling montium,
van bergen, fluminum, ook in de genitivus, en dan que, en van rivieren. En dan een betrekkelijke bijzin. Quos non exce damus. Quos is die, en het antecedent is montium fluminumque. Niet. En exce damus is een conjunctivus. Conjunctivus in de een betrekkelijke bijzin is hier een finalis. Die wij niet moeten overschrijden. Je zou het ook kunnen vertalen met om die niet te overschrijden. Neque, hier maar niet. Eos, hen. En dat gaat over de termino's. Kleine hyperbaton. Die grenzen, en dan betrekkelijke bijzin daartussenin, quos statuit, die, en statuit betekent vaststellen, die het heeft vastgesteld in het perfectum. Een onderwerp daarvan is nog steeds grens, net als bij observat. Observat betekent neemt in acht of eerbiedigt. Dus maar niet, neemt het. Die grenzen die het heeft vastgesteld in acht. Dus ze zeggen tegen de Carthagers, jullie mogen niet verder dan dit, niet verder dan dat. En zelf trekken ze zich daar niks van aan. Dus ook dit gaat allemaal over dat superbissima. En dan komt er een fictieve spreker. Die haalt Hannibal er dus bij. Nee hoort hier bij de conjunctivus, transieris. Transieren is oversteken. Het is hier een conjunctivus perfectum, een prohibitief conjunctief. Je moet niet oversteken. Iberum, dat was die rivier, de Ebro. Nee, weer bij een conjunctief, dat is in dit geval sit. Ne quid rei is ongeveer hetzelfde als nulla res. Dat is dus niet iets, niet een zaak, oftewel niets. En het combinatie rei tibi sit cum, weer zo'n conjunctivus prohibitivus, is je moet niets te maken hebben met Saguntinis, met de inwoners van Saguntum. En dan stelt Hannibal zelf een vraag. Ad Iberum aan de Ebro est is Saguntum. Is Saguntum aan de Ebro? Dat is een retorische vraag. Nee, dat ligt het niet. Dan komt die fictieve spreker weer. Die zegt dan, Nous kwam helemaal nergens naartoe. Dit is een soort versterkte ne. Te vestigio moveris. Weer zo'n conjunctivus perfectum prohibitivus. Jij moet je helemaal nergens naartoe. Van je plaats bewegen. En dan stelt Hannibal weer een vraag. Waarom est? Is het niet genoeg of is het te weinig? Quod dat Veterimas provincias meas, die congrueren allemaal met elkaar. De oudste provincies van mij, of mijn zeer oude provincies. En dan wordt dat uitgelegd. Siciliam ac Sardiniam, Sicilië en Sardinië.
Dat waren de twee provincies van Carthago, die waren afgenomen na de Eerste Punische Oorlog. Ad e misti is de persoonsvorm daarbij, dat is aangevuld in de tekst. Jij hebt afgenomen. Dus is het niet genoeg dat je mijn zeer oude provincies, Sicilië en Sardinië, hebt afgenomen? Nou, het is ook een retorische vraag. Zeker is dat genoeg. Sterker nog, het is al te veel. Ad imis, hier een presens, je neemt weg, etiam, zelfs, Hispanias, Spanje. Dus ze gaan steeds verder en verder. Et, si, kleine bijzin, si als Inde daar vandaan. Cesero, futurum exactum van Cedere. Als ik daar vandaan zal zijn gegaan. In Afrika. Naar Afrika. Transcendes. Zul je oversteken naar Afrika. En dan herhaalt hij transcendes. Jij zult oversteken. Autem, en het woordje autem wordt vaak gebruikt om aan te geven, ik zeg dat wel, maar dat klopt niet. Zeg ik nou dat je zult oversteken, zoiets kan je vertalen. Maar je zult oversteken. Transcendisse. Dico. Transcendisse in, moet je te bij aanvullen. Dan kan je namelijk na dico een mooie ACI vertalen. Ik zeg dat je, en dan infinitivus perfectum, dat je bent overgestoken. Dus hij zegt eigenlijk, ze zitten al in Afrika. En dat legt hij hier uit. Duos consules, twee consuls, huius anni van dit jaar, unum, de ene in Afrika, naar Afrika. Altrum, de ander in Hispaniam, naar Spanje. Miserunt. Ze stuurden de twee consuls van dit jaar, de ene naar Afrika, de ander naar Spanje. Nou, dat naar Afrika is een tikje overdreven. Er was een consul naar Sicilië gestuurd, waar die wel een inval in Afrika moest gaan voorbereiden. Nou, met deze speech is Hannibal dus goed bezig om zijn leger op te hitsen tegen de Romeinen. De Romeinen zijn wreed, ze zijn arrogant, ze moeten nodig verslagen worden. Tot zover dit filmpje.